Het is heel erg koud. En wat mensen misschien niet verwachten, is dat ook al is het heel erg koud, we hier wel flamingo's hebben. De meeste mensen denken, rozen, die zitten lekker in subtropisch mediterraans gebied. Maar flamingo's overwinteren in Nederland. Het zijn vogels die in gevangenschap hebben gezeten. Die zijn uiteindelijk ontsnapt. En die zijn verwilderd en die zijn gaan broeden. Ze broeden dus in Duitsland en gaan dus wel richting het zuiden om te overwinteren. Alleen niet zo ver, want ze blijven gewoon in Nederland.